Beste mensen, voordat de show begint een heel kort bericht. De mensen die deze comedy show van Hart van Humor bij Café Weltens hebben bijgewoond, konden kiezen uit 3 soorten tickets. Tickets van €2,50, van €15 en €20. Dit hebben wij gedaan zodat elk budget aanwezig kon zijn. Voor ons is een nieuwe wereld een wereld van menselijke maat, zelfs in commercieel opzicht. We zetten deze show gratis online beschikbaar. Als u het leuk vond, kunt u doneren in de beschrijving op YouTube. Als u Hart voor Humor bij u wil uitnodigen, dan kunt u ons boeken op www.hartvoorhumor.nl. Geniet van de show. Wat die strijden, laat je horen! Dat kan beter, wappiestrijders! Ja, hiermee gaan we de strijd mee winnen, dames en heren. Ja, iedereen kent het Bijbelse verhaal van Mozes, die bevrijdde zijn volk en ging naar het beloofde land. Ik ben de Mozes van de wappies. Volg mij naar het beloofde land. Urk. Ja, we leven in een omgekeerde wereld in 2022. Mensen klappen nu als een piloot opstijgt. Van de zomer was een vriend van mij op vakantie geweest. Ik zeg, zo bruin geworden? Ja, ik moest bij Schiphol buiten wachten. Is het niet opgevallen dat angst wordt gebruikt om mensen te controleren? De angst is nu zo groot dat ze in Nederland de dienstplicht willen gaan invoeren. Dat betekent dat onze mannen ons land moeten gaan verdedigen. Heb je onze mannen gezien? Dat zijn sukkels. Dat zijn slapjanissen. Hey, kan je het voorstellen, staat zo'n jongen bij het front. Valentijn. Peter Jan. Floris. Met een knotje. Ja, dat heb je altijd. Die zitten dan voor je, hè? En er staat er voor je, staat zo'n commando uit Rusland. Krus kalamaris, kalamaris, kalamaris. Mos kalamaris, kalamaris, kalamaris. Hoi, wil jij een figuurtje in je koffie? Of willen de vriendjes gemberthee? Ik ben bewapend met een yogamat. Je ziet ook rare dingen op tv. Oekraïense soldaat. De ene hand had hij een mes, de andere had hij een geweer. Hij had een gordel met handgranaten over zijn schouder en een kalasnikov. Weet je wat hij nog meer had? Mondkapjes. Waar ben je bang voor? Dat die Russen gaan aanvallen met hoesten? Dan komen ze... Ah! Ah! De minister Bobke Hoekstra is ook in Kiev geweest. In een oorlogsgebied stuur je Rambo. Niet Wopke Hoekstra. Hij liep er ook rond als Mr. Bean. Hallo, 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 hallo. Ging hij ook handen schudden? Oh, je kan geen handen schudden. Nou, dan een box. Zelensky, de premier daar, die is gewoon comedian. Dat moet echt grappig geweest zijn met wapens uitdelen. Hier heb je geweer, hier heb je pistool. Hé, hey, trek eens aan mijn vinger. En iedereen moet opeens een steentje bijdragen. Het koningshuis, die vangt vluchtelingen op in het kasteel Het Oude Loo. Nou, voor de mensen die niet weten, het kasteel Het Oude Loo gebruiken de Oranjes als schuur. Ja, dat doen ze allemaal spullen die ze niet meer nodig hebben. Haken kruisen van Bernard. De home trainer van Amalia. Ja. De Marok-maffia wil Amalia ontvoeren. Hoe dan? Met een heftruck. Rare jongens die Marokkanen hoor. Ze mogen geen varken eten, maar wel ontvoeren. Wij leven gewoon in een tijd dat een oorlog een commercieel product is. Er zijn bierbrouwers die maken bier. En als je dat koopt, kan je de oorlog steunen in de Oekraïne. Het is toch ziek? Met alcohol, zuipen, steun je een oorlog. Dit is gewoon een oorlog met een happy hour.
Straks zo op televisie. Deze veldslag is mede mogelijk gemaakt door Grols. Hoe moet je deze oorlog ontstoppen? Moet je dan roepen, laatste ronde? Ja, dat wil je toch niet zien, toch? Soldaat op een bierfiets. Een oorlog is geen commercieel product. Het hoort niet op televisie. Kan je het voorstellen dat Tweede Wereldoorlog gesponsord zou worden door de McDonald's? Dan krijg je van die Happy Meals met die leuke speeltjes erin voor de kinderen. De Hitler-plaksnor. De hakenkruismagneten. Je staat gek te kijken als je gewoon een McDrive ziet met een gaskamer. Kom je langs? Hé, doe maar een Anne Frank minuutje. Een oorlog hoort niet op televisie. Je wilt niet Loekie de Leeuw horen zeggen, vergas je me nou? En door die oorlog komt de inflatie. Moeten we hamsteren? Ik ben thuis al aan het hamsteren. Ik heb thuis 14 blikken tomatensoep. 30 blikken appelmoes. 35 blikken ragout. Wat ik ook doe, dan ga ik naar vijvers toe en dan ga ik eentjes voeren. Die ben ik aan het vetmesten. En dan gebeurt het, zijn zij te dik om weg te vliegen. Kwak, 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 kwak. Kom maar mee naar huis. En dan lukt het me niet om dat eentje dood te maken. En dan eindig ik in bed met een kom tomatensoep samen met die eend. Kwak, 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 kwak. Ja, ik heb ook een hekel aan Rutte. Kwak, 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 kwak. Ja, we hebben nog alleen maar ragout. Als je wakker wordt, dan ga je vrienden en familie die ga je kwijtraken. En dat moet je accepteren. Ik ken het gevoel van kwijtraken. Ik ben geadopteerd. Wat een warmte voel ik hier meteen. Jullie kijken me echt naar van miskoop. Hebben ze daarvoor betaald? Kut zeg. Nou, de afwijzing zit heel diep in me. Dus daarom zit ik nu bij een praatgroep voor geadopteerde kinderen. De verdwaalde ooievaar. En daar heb je me geleerd om eerlijk te zijn naar jezelf, maar ook eerlijk te zijn naar de mensen om je heen. Dat is belangrijk. Mijn adoptieouders waren altijd eerlijk. Ze zijn de liefste mensen van de wereld. Ik ben 10. Ze zeggen, mama en papa, waarom ben ik bruin? Nou Chris, mama en papa hebben niet zoveel van jou betaald. Ja. 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 Ze zaten in de zaal toen ik deze grap een keer deed. Ja, je zit ons neer als racisten, man. Wees een keer dankbaar in het land waar je bent opgegroeid. Kijk hoe mooi het hier is. En die grap van die betaling, die klopt niet. Je was gratis. Zeg, maar waarom was ik gratis? Nou, Chris, in het ziekenhuis dacht ze, dit kind is een Mogol. Zeg, maar waarom heb je hem meegenomen? Ja, we blijven Hollanders. Wij zijn bakken, maar toch krijg je heel veel vragen. Wat mij heeft geholpen is kijken naar het verleden. Moeten we in deze tijd verbinden of moeten we vechten? In de jaren 60 was er een rassenoorlog in Amerika. Dan had je twee stromingen. Martin Luther King zijn boodschap was, we moeten verbinden. Malcolm X zijn boodschap is, we moeten vechten voor onze vrijheid. Wat is de beste boodschap? Ze zijn allebei doodgeschoten. Dus het maakt niet uit wat je filosofie is, als je maar geen neger bent. Als het om racisme gaat, kan je ook te veel kijken naar het verleden. Dit jaar is een heel groot onderzoek geweest in de ABN AMRO en het blijkt dat zij een slavernijverleden hebben. Dus mijn vraag is, is het een misdaad als je met een paar negers die bank berooft? Dat is schadevergoeding. En de bank die biedt zijn excuus aan voor haar verleden. Slavernijorganisaties vinden dit veel te laat. Ik vind dat donkere mensen nooit mogen zeiken over te laat zijn en tijd. Toch? En als die slaven iets hadden gewerkt, was slavernij eerder gestopt. En je kunt op Nederland boos zijn omdat zij in de Gouden Eeuw heel de wereld hebben leeggeroofd. Maar wat heb je nu aan een excuus? De gouden koets waar de Oranjes gebruik van maken, dat goud komt uit Suriname. En mijn vriend Gerald is daar super trots op. Ik ben zo blij dat de koningsfamilie die rijdt gewoon in een Surinaamse Tesla. Gerald, dat ding is al 3 jaar buiten gebruik. Ja, dat zeg ik, Surinaamse Tesla. Reiza Blommestein van Ongehoord, die zei op tv, negers. En mijn kritiek daarop is, ze zegt het verkeerd.
Dat komt uit de mond negers. Negers. Met een kap, jongen. Zo doe je dat niet. Je zegt, ha, help, negers. Als tijdens een voetbalwedstrijd oerwoudgeluiden wordt gemaakt, dan is dat dom en onnodig. Want die donkere spelers, die voelen zich alleen maar meer thuis. Ja, het is in me gereed hoor. Als jullie oerwoudgeluiden maken, denk ik, wie staat er achter me? Clarence Seedorf? Ja, in de mainstream media wordt alleen maar diversiteit gepromoot. Bij de nieuwe Disney-film De Kleine Zeemermin is de actrice die dat speelt, heeft een donkere huidskleur. Je ziet die filmtrailer, ik schrok me kapot. Ik dacht, Ariel de Zeemermin is verroest. Ja, ze ziet eruit als een vogel na een olieramp. En Disney zegt, ja, we moeten meer diversiteit om onze films gaan promoten, want dan kunnen donkere kindjes vereenzelvigen met Disney-figuren. Ja, dat willen we zien, hè. Donald Duck met een afro. En dan die kutneefjes erbij, Kwik Kwek en Quintus. Ik denk me niet dat Disney het hierbij gaat laten. Er komt echt een Disney-figuur die wordt transgender. Homo. Homo lijkt me dan wel leuk. Dat de film Toy Story zich afspeelt in een dark room. En dat Buzz Lightyear vastzit in een zwart gat. Henk, wat zit er nou tussen je reet? En ik kan niet wachten op The Gaze of the Caribbean. We gaan op zoek naar een schat in jou. Echte racisme is subtiel. Dat zie je niet aankomen, dat sluimert, dat is sneaky. Weet je wat ik mee heb gemaakt? Mijn opa, die is 92 jaar. En hij moest naar een verzorgingstehuis, want hij is zwaar dement. En het verhuizen was wel even een dingetje. Dus opa moet die tafel mee. Ja, neem maar mee. Dus opa moet die stoel mee. Ja, neem maar mee. Ging ook verhalen door elkaar halen. Dus ik zei, joh, kom eens hierheen. Ik zeg, wat is er opa? Vroeger in de Tweede Wereldoorlog heb ik in het verzet gezeten. Ja, ja. Tegen je oma. Ik ben aan het verhuizen, maar de buurt vond het raar. Een donker man die overdag spullen in een busje doet. Staan de agenten voor me? Waar zijn we mee bezig? Verhuizen? Oh, noemen ze dat tegenwoordig zo dan? Ik kreeg handboeien om. Ik zie die hele buurt door die gordijnen kijken. Ik zie mijn opa op het balkon. Ik zeg, opa, zeg maar dat ik je kleinzoon ben. En mijn opa, neem maar mee. ...2023 hebben wij een missie. Wij hebben een taak. Probeer iedereen om je heen wakker te schudden. En kijk niet te veel naar de schapen. Anders val je zelf weer in slaap. En dan word je maar een wappie genoemd. Ja, een vriend van mij die is echt diep, diep wappie. Echt diep wappie. Je gaat 2 uur 's nachts kijken op het internet. Waar wij stoppen bij reptielen, gaat hij linksaf. En hij wordt ook boos hè, als je een wappie noemt. Ja, waarom noemen ze me wappie, man? Doe even normaal, joh. En dan loop je naar zijn auto. Die zit helemaal vol met die waarheidstickers. Hij vertelde me, in 2016 is een patent aangevraagd voor de Corona Survival Kit. Dus die elite wist toen al dat ze in deze tijd heel veel geld gingen verdienen. Maar wat zit er dan in die kit, hè? Mondkapjes, handcreme en volgens mij ook de Action Man pop van Klaus Schwab. En op zijn rug zit dan al zo'n knopje, dan kan je hem de hele tijd resetten. En die Klaus die zei, ja, in 2030 bezit je niks, maar je bent wel blij. Mooi, ik ben al begonnen. Thierry Baudet, die zei tegen Kaag, je bent een spion. En ze stond op en ze liep weg. Nou, als jij opstaat en wegloopt, dan ben je niet echt een goede spion. Ik zal nog beter dit kunnen doen. Ik zal ook achter een krant kunnen gaan zitten met 2 gaatjes. Een
Een grote gedeelte van de Tweede Kamer die stemde voor een week schorsing van Baudet. En Thierry was er heel positief onder. Hè? Die zei, yes, eindelijk weer een verkiezing gewonnen. Ja, zijn opmerking over kwaadaardige reptielen vond hij zelf niet zo handig. Op tv zei hij, sorry, dat had ik niet moeten zeggen, maar ik kwam niet zo gauw op de naam van Kaag. En dit jaar won hij met zijn boek de NS Publieksprijs. Je verzint het niet, maar dat is typisch de NS. Zelfs een boek komt niet opdagen. Ja, het was nog een fixe, want Claudia de Breij die zou eigenlijk moeten winnen. Hè? En die was kwaad. Oh, die was kwaad. Zij schreef het boek Amalia. Maar waarom ben je kwaad? Wees blij dat Amalia een keer afvalt. Goede mensen worden in Den Haag kapot gemaakt. De voormalige kamervoorzitter Ariep. Zij is een voorbeeld voor de Marokkaanse gemeenschap. Oké, dan word je al heel snel een voorbeeld. Er kwamen twee anonieme berichten binnen waarin ze beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag, dat zit in haar cultuur. Intimideren noemen ze in Marokko flirten. Je vraagt je af, hoe zit ze dan bij vergaderingen, Ariep? Wat is jouw agendapunt? Wat? Wat? Kachwa. En wat we toen zagen in de mainstream media was uniek. Ariep is de enige Marokkaan die na verdachtmaking wordt afgebeeld zonder zwart balkje. En het is in Den Haag alleen maar symboolpolitiek. Je haar knippen om vrouwen te steunen in Iran. Wil je die vrouwen echt helpen? Scheer je snor. Het werd ook aan Kaag gevraagd. Die zei, nee, dat is niks voor mij. Dat is niet mijn stijl. Maar haar knippen, dat doe ik niet hoor, zeg maar. Nee. Ah, dat maakt niet uit, hè. Als de oorlog voorbij is, scheren we haar toch kaal. Ja, er zijn heel veel seksschandalen geweest in het D66. D66 is ranzig. Het is vies. Het stinkt. Het meurt. En nu praat ik nog alleen maar over Rob Jetten. Hij is minister van Klimaat, hè, die gerecyclede paspop. En weet je wat hij heeft gedaan, die flora en fauna flikken? Hij is naar Egypte gegaan te praten over klimaat met een vliegtuig. Met een vliegtuig. Dat is hetzelfde als je naar een dark room gaat met een zaklamp. En er zijn heel veel seksschandalen geweest in D66. Ja, als je het opzoekt, je schrik je kapot. Het begon met Pechtold. Die had een affaire met een vrouw die werd zwanger. Daarna had je ene Sidney Smeets. Die had ongewenst mensen in de reet geneukt. En dit jaar was het Frans van Drimmel. Wie schrijft dat partijprogramma van D66? Godverdomme. Kim Holland. Van Drimmelen, die naam. Dat klinkt toch als zaad dat uit je kut loopt. En die zit het smeren als dat ooit bij D66 is gebeurd. Nee, dat blijft Rob Jetten. Gundogan, hè, van Volt, die is die partij uitgezet omdat er heel veel meldingen binnenkwamen van seksueel wangedrag. En dat is uniek, want de dader is dit keer een vrouw. Ik zie het ook helemaal voor me dat ze bij mij doet op mijn werk, Gundogan. Dat ze bij mijn keel pakt en zegt, moet jij eens heel goed luisteren, mannetje. Ik ga je helemaal kapot neuken. Ik ga je ballen leegzuigen als een milkshake. Jij kan nooit meer staan plassen. Ja, dan ga ik het, dan zou ik het ook melden. Ja, bij mijn vrienden. Aangerand worden door een vrouw is mijn kinderwens. Als een chick aan kut zat door, heb ik de hele dag mijn telefoon likken. Maar mijn generatie mannen sturen dickpics, gadverdamme. De generatie mannen van mijn vader, die zouden dat nooit doen. Die hadden polaroids. Dat je ook je pa betrapt in de woonkamer. Wat ben jij godverdomme aan het doen? Ja, we hebben een nieuwe secretaresse op kantoor. Wat vind je van deze belichting? Mobiele telefoons, het maakt ons
Stommer. Er zijn mensen die weten hun eigen nummer niet uit hun hoofd. En als je het nou vraagt, zegt ze, ja, ik weet mijn nummer niet uit mijn hoofd, want ik bel mezelf nooit. Wat een dom excuus, man. Hetzelfde tegen iemand zegt van, hey, hoe heet je? Ja, dat weet ik niet, want ik roep mezelf nooit. Moet je opgevallen zijn. Mensen met een mobiele telefoon veranderen in bange eekhoorntjes die nootjes aan het pellen zijn. Ja, Gundogan die is verlamd in haar hoofd. Laten we hopen dat het de verlamming snel uit haar gezicht verdwijnt en lichamelijk wordt. Ja, het is nu wel moeilijk, hè, flirten. Er was één held in 2022. Echt een wappie die had scheid aan iedereen. Echt scheid aan iedereen. Max van den Berg. Deze gast belde aan bij Kaag met een fakkel. Waar is ze dan? Waar is ze dan, de hoer? Ik ga even in die brievenbus kijken. Hallo, ben je daar? Hallo. Nou, nu ga ik even naar de tuin, hoor. Ah, dit was wel heel asociaal, hè? Van Kaag. Doe even open, Kagedis. Ah, het was wel schrik, want normaal als er aan de buurt een fakkel aangaat, wordt er een baby geofferd. Max die stond er zo en zei, is het weer dinsdag? En ik praat het niet goed, hè? Mensen in de politiek moet je niet bedreigen. Maar er zijn ook een paar tussen, die zijn ook weer zo kleinzerig. Carolien van der Plas van de Boerenpartij is bang voor doodsbedreigingen. Waarom? Ze is een kogelvrij vest. Haar grote angst moet zijn haar weegschaal. En natuurlijk kan ze de boeren goed helpen als hooibaal op de A2. Ze is van de zomer een tijdje ondergedoken geweest. Ze is naar een plek gegaan waar niemand haar herkent. Ze is gaan staan tussen de koeien. Feitje, ze geeft meer melk dan 5 koeien bij elkaar. Als je haar nou vraagt, Carolien, wat wil je hebben voor je verjaardag? Gele oorbellen. Die boeren die zitten in mijn hart, man. Dan zie je ze op televisie. En de NOS, bent u kwaad? En van de zomer, dat is van die ludieke protestacties, die boeren. Dan hebben die gasten gezien, die gingen een bloemetje brengen bij een gemeentehuis. Ze gingen even naar binnen met 40 kilo bloemenbak. Van en die Bali-medewerker. Is dit voor mij? Ja, we komen straks terug met popcorn. En de wetenschap zegt dat stikstof een stofje is wat ervoor zorgt dat over de natuur een verstikkende deken laat leggen. Ik weet niet wat de wetenschappelijke naam is voor het stikstofje. Voor het stofje, ik noem het stofje D66. Ik heb een tip voor de boeren om stikstof te reduceren tot 0. Je gaat naar je erf toe, je graaft een kel en je flikkert er iedereen in van het kabinet. Jette, Kaag, alles erin. En ik hoor zo'n boer in mijn hoofd zeggen, ja, maar dan heb ik wel last van onkruid. Ah, dan doe je er wat asbest overheen. Ah, je bedoelt Jesse Klaveren. Veel mensen weten het niet, wat er is gebeurd met de koningin van Engeland. Zij is uitgegleden, dat reptiel. In de badkamer. Over babybloed. Ze hadden 9-5 mentaliteit. Van 9-5 vond ze lekker, die leeftijd van de kinderen. Er werd ook aan Charles gevraagd, hè? Je moeder is overleden. Kut, nu moet ik maandag beginnen. Ah, die zit ook helemaal in de promotie van klimaat. Hè? Gelukkig is hij nu koning. Want dan kan hij zijn moeder gebruiken als fossiele brandstof.
Daarom heeft Charles ook van die grote oren. Dat zijn zonnepanelen. Het was... zondag 6 november. Ik was op de Dam en daar zou David Eyck spreken. Hij mocht het Nederland niet in. En dit is het bewijs, deze gebeurtenis, dat fascisme nog steeds bestaat en dat het geen complottheorie is, dat vrijheid verdwijnt. Ik had het zelf heel leuk gevonden als David Eyck toch was gekomen op de Dam, vermomd, als reptiel. Ja, je schrik je kapot, hè? Als hij er op de Dam staat als Fem Kalsema. En wie er ook waren, bizar, dat was SBS6. En die ging aan de wappies vragen voor een interview. En die jongen, mag ik iets... En al die wappies, nee, rot op, rioolrat. En uiteindelijk hadden ze een vrouw gevonden, die was heel dik. Die had rood ontploft haar en op haar t-shirt stond, het klopt niet. En voor de camera zei ze boos, ja, waarom noemen ze me een wappie, godverdomme. En die journalist zei, mevrouw, wat vindt u van dat hij de toegang is geweigerd in Nederland, David Eyck. En toen zei ze, wie? Maar als dat je antwoord is, dan ben je echt gezakt voor je complottheorie. Maar ze zijn bang voor haar in Den Haag, voor die vrouw. Dan weet ik één ding, dan zijn wij aan het winnen. Strijders. Ja. Ja, we leven nu in de cancel culture. Ik ben het zat. We waren een volk wat alles tegen elkaar kan zeggen. We waren trots op onze grote bekken. Dat is nu afgelopen door die woke debielen. Dat is ook irritant hoor. Er zijn dus mensen die na afloop van een comedy show komen klagen. Laatst stond er een vent voor me. Ja, Chris, je maakt grappen over die hostieband. Ja, dat kan gewoon niet. Ik zeg, waarom niet? Ja, die mensen hebben al zoveel pijn en jij weet niet wat pijn is. Ik weet donders goed wat pijn is. Ik heb de cd van de Jostie Band. Ja, maar mijn zoon heeft het syndroom van Down. Ja, de appel valt niet ver van de boom. Johan Derksen werd gecanceld omdat hij het verhaal vertelde dat hij een bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars. Weet je wat dat betekent? Johan is een romanticus. Zijn vrouw was kwaad en die zei, ja, bij mij gebruik ik alleen maar vaccinelichtjes. Hij had ook een dom excuus. Hij zei, ja, 15 jaar geleden was dit heel normaal. Het waren andere tijden. Wat? Kon je vroeger gewoon een kaars in een kut douwen? Ik wist dat niet. Wat zou Johan doen in deze tijd? Een ledlampje indraaien? Dat ik tegen zijn vrouw zeg, schat, heb je ruimte voor een dimmer? Door hem ben ik ook anders gaan kijken naar vrouwen. Dames, jullie zijn hele mooie kandelaars. Je krijgt ook vragen in je kop. Elke kaars die je in een kut hebt gezeten, wordt dat een geurkaas? En ik geloof niet dat het echt is gebeurd. Wie gaat er nou met Johan Derksen naar huis? Tim den Beste ging huilend zijn excuus aanbieden voor een Sinterklaasliedje. Het woord knecht zou racistisch zijn. Hij zong, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Knecht, dan zie ik een Turk, een Pool, een Marokkaan. Je denkt aan tweede rangs burgers. Inderdaad, vrouwen. Oh, die vinden we minder leuk. Als er mensen zijn die naar het podium rennen en kwaad zijn en denken, ik doe even een Will Smithje. Deze Chris slaat wel terug. Ja, als Will Smith dat bij mij had gedaan, ik had hem echt een pak rammel gegeven. Ik had hem echt veranderd van de Fresh Prince naar Prins Frizo. Matthijs van Nieuwkerk, natuurlijk gaan we hem terugzien bij de commerciële omroep. Ja, ik wil dat wel zien hoor, dat hij het programma gaat presenteren. Het spijt me. En al die VARA-corvée, die houden hun mond dicht. Dat valt me ook tegen van Mark Meijbrechts. Die moet dingen weten. Die heeft jarenlang bij de Wereld Draait Door gezeten. Naast Matthijs als tafelpoot.
Ah, volgens mij is er maar één reden waarom Mark mij uitbrengt nog op televisie is. Zodat Mongolen ook een keertje iemand hebben om uit te lachen. De black artist Kanye West. Die zei dat... rapper is die, zei... de wereldmedia wordt gerund door een Joodse kabal. Het grappige is aan deze uitspraak, dit zei Hitler ook. Ja, en tussen die twee personen, daar zit heel veel tussen. De ene is een kwartaardige gek en de andere is Adolf Hitler. Er moeten toch meer overeenkomsten zijn tussen die twee. Heeft Hitler een mixtape? Weet je ook die beat doet... Joden! En ze hit. Gedenk, 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 gedenk. Auschwitz! Kanye had op Twitter een swastika gezet. Heel de wereld werd kwaad. Zelfs nazi's werden kwaad. Die hadden nooit een hakenkruis gezien met bling bling. Ja. Wij zijn creatieve, spirituele, mooie wezens allemaal hier. Maar er zijn ook mensen die op zaterdagavond met hun dikke reet op de bank zitten, naar een tv-show zitten kijken, waar volwassen mensen aan meedoen, die knikkeren. Knikkeren. Waarom wordt er naar zulke soort programma's gekeken? Lego-blokjes bouwen, domino-steentjes maken. Is dit omdat mensen hun kindertijd willen herbeleven? Als dit zo doorblijft, dan ben ik bang. Dan krijg je ooit de aankondiging op televisie. Vanavond bij RTL 4, heel Holland duimt. Als je zo graag die kinderachtigheid wil in je leven, trek het dan helemaal door. Dan ga je niet meer naar je werk met een auto. Nee, maar met een skippiebal. Waarom zit je met z'n vier op een skippiebal? Ja, bij carpoolen. Kom je op je werk, al je Excel-sheets zijn gemaakt van Wasco en glitters. Ga je naar je baas toe, vraag hem opslag. Ik heb dit kwartaal keihard gewerkt. Mag nu een sticker? De meeste die media gebruikt, die wordt gebruikt om mensen te hypnotiseren. Je geeft ze brood en spelen en alle menselijke weet je, gevoel verdwijnt. WK voetbal. Er zijn 7000 mensen omgekomen tijdens de bouw van het stadion. Zoveel doden, dan verwacht je bij de openingsceremonie koffie en cake. Ja, maak dan van de WK-mascotte een dode Bob de Bouwer. En Virgil van Dijk, die zou dan een regenboogband moeten dragen. Heeft hij niet gedaan, want hij kreeg geel. Nou, als je als Nederland echt een statement wil maken... Dan had je bij elk doelpunt wat je had gescoord moeten vieren... met elkaar van achteren droog te neuken. Je gaat niet zo in de muur staan, maar zo. Oké, Dumfries doet mee. Wereldkampioenschap voetbal, dat is iets bijzonders. Weet je, talentvolle mensen strijden voor hun land. Dat is gaaf, dat is mooi om te zien. En dat is vergiftigd door corruptie. Voor mij het mooiste moment, wereldkampioenschap voetbal, 1994. Brazilië, Nederland, Dallas, kwartfinale. En bij ons thuis was er een spanning, want mijn adoptiemoeder is Braziliaans. Ze wilde een kindje hebben uit het land waar ze vandaan kwam. Daar kennen ze de zwarte markt heel goed. En mijn vader was een Nederlander en die zat dan voor de televisie met een klomp op zijn kop, oranje t-shirt voor de televisie. Ja, hondenlul! Ja, hondenlul! Tegen mijn moeder. En mijn moeder die was gekleed op zijn Braziliaans. Met een string en olijfolie. En bij elk doel... Voetbal! Ja, ik mag het geld winnen, toch of niet? Het is toch mijn moeder niet, dus.
Van de mainstream media leer je helemaal niets. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Wat hebben we dit jaar geleerd van de televisie? Dat The Voice of Holland is een datingshow. Wil je doorbreken als artiest, heb je een kruiwagen nodig. Vol glijmiddel. Toen het allemaal naar buiten kwam, kwam Anouk gelijk met haar video. Ja, het is een corrupt zootje in Hilversum. Het is een corrupt zootje. En waarom ziet Anouk er opeens uit als een Poolse stucadoor? En Ali B, wat een treurig persoon is dat. Toch van knuffel Marokkaan naar Marokkaan. En weet je wat het is met hem? En Marco Bassato, dat zijn talentloze wezens. Die kunnen helemaal niks. Hun teksten worden geschreven door andere mensen. Weet je, en toch gaat elk weekend heel Nederland voor de buis zitten. Ja, Ali B, Marco Bassato, bijzonder, hier heb je geld. Ik doe bijna 24 jaar comedy, tour door het hele land heen. Schrijf mijn eigen teksten en je breekt mij niet door. En die gasten hebben gewoon tijd over om in een auto te stappen en om wijven te gaan neuken. Kortom, ik zoek schrijvers. Ja, ik ben ook een viezerik man. Mijn laptop ziet eruit als een kaassoufflé. Ja, dan doe ik hem open, het is net een tosti. Ja, ik heb er nu zoveel seks mee dat ik hem heb voorgesteld aan mijn ouders. En mijn moeder, Chris, het is weer een Del. Er komen allemaal rare verhalen naar buiten, ook van oud-juryleden. Het schijnt zelfs dat Nick en Simon hebben seksueel wangedrag vertoond. Gelukkig bij elkaar. Jan Smit heeft niets gedaan bij The Voice, hè? Ja, dat deden geen familieleden mee. Roel Velzen, die is onterecht beschuldigd voor seksueel wangedrag. Ja, is per ongeluk iemand op gaan zitten. Die mevrouw ging gewoon naar het toilet. Shit, er komen twee schoenen uit. En toen was daar John de Mol met Tim Hofman met zijn interview. En die ging de vrouwen even de schuld geven. Ja, bij Talpa hebben wij boeken en vertrouwenspersonen. En we hebben loketten. Ja, we hebben loketten. Ja, we hebben loketten. Wat bedoel je met loketten? Dat je er ook aan kan melden. Hoi, ik ben aangerand. Nou, dit is voor je visakte. Zie je de lange rij daar? Dat is aanranding daar. En toen zeiden bij de Voice Kids, hebben we wel strenge regels. Een kind mag nooit alleen zijn met een volwassene. Er moeten altijd twee volwassenen bij zijn. Dus die ene neukt dat kind en die andere staat op de wacht. Komen zijn ouders eraan? Nee, wissel! Ah, wat me wel opvalt in een hele verhaal. Bij de Voice Senior is het wel heel stil, hè? Ja, dat was wel seksueel wangedrag, maar dat noemen ze daar mantelzorg. Die mevrouw die zei, ja, ze gingen aan mijn tieten checken. Toen heb ik ze maar opgerold. Ik ben 40 geworden dit jaar. Ja, mensen zeggen altijd, leven begint bij 40. Wat begint er dan bij 40? Jicht? Prostaatproblemen? Ja, op dit moment heb ik geen vriendin en dat is een keuze van vrouwen. Ja, ik ben dat daten, ben ik zat, joh. Ik date alleen maar milfs, cougars. Van die vrouwen die 300 jaar geleden eindigden op een brandstapel. Dat zit dan voor je zo'n stuk wrakhout. Ja, ik word er niet opgevonden van, hoor. Gepijpt te worden door een vrouw met een leesbril op. En dan heb je nog dat Tinder, de vergaarbak van de mens. Waarom doen we dat elkaar aan? Een vriend van mij dat een Tinder deed, is helemaal uit de hand gelopen. Hij is met haar getrouwd. En ook maar klagen die vrienden over die datingsite. Ja, je krijgt er alleen maar geslachtsziektes aan over. Heb ik er dan over gehouden. Ik zeg, lul, dat zijn je kinderen.
En je zou denken, tussen hier zitten daar geen leuke vrouwen tussen. Nou ja, wappie-chicks zijn heel moeilijk te versieren. Die zien overal een complot achter. Dat is lastig hoor. Hey, ik vind je leuk. Wat bedoel je daarmee? Heb je zin om wat te gaan drinken? Ja, daar zit wat achter. En met daten, wij komen van ver. Weet je wel, dat in de Neandertalertijd had je holbewoners. En die hadden een knuppel. En dat was zijn Tinder. Altijd een match. En dan zag hij een vrouw, een mooie vrouw. En zo'n vrouw. En als hij oplet, was gewoon met die knuppel. En dan werd je naar de grot gescheurd. En voor je het weet had je een hele stamboom bij elkaar gepompt. En dan was jij taart aan het bak. De man die heeft zich ontwikkeld. We hebben dingen bedacht. We hebben dingen gemaakt. De viaducten, alles erop en eraan. Uitvindingen. De vrouw heeft zich niet ontwikkeld. Oké, die leg ik even uit. Als man heb je soms zin in seks. En dan zeg je tegen vrouw, schat, heb je zin in seks? En dan zegt ze, nee, ik heb pijn in mijn hoofd. En dat komt nog door die knuppel. Ah, maar dat wij kunnen praten komt door de vrouwen. Ja, die gingen in de grot zitten met elkaar babbelen. En dan gingen wij op jacht, Neandertalers. Dan kwamen we terug. Als... En zo'n vrouw, doe je schoen uit en je stinkt. En dan hadden wij een nieuw woordje geleerd. Schoenen, schoenen, schoenen. Schoenen, schoenen, schoenen. Gingen we zelf worden en zeiden, hey, trek eens aan mijn vinger, trut. Zo, nu ga ik even kijken wat vanavond op het vuur is. Dat deden holbewoners, vuur kijken. Ze elkaar tegenkomen. Hoe was het gisteren? Ja, joh, mijn grot is afgebrand. Wat bedoel je? Ja, ik heb Dolby's Surround vuur. John F. Kennedy werd in een rijdende auto aan alle kanten beschoten. Als je nu Joe Biden wil vermoorden, hoef je alleen te raken met een frisbee. Bij de laatste schoolshooting zei hij, we moeten heel goed kijken naar onze wapenwet. Het is niet de bedoeling dat mensen elkaar zomaar doodschieten. Daarna stuurde hij wapens naar de Oekraïne. Dat is hetzelfde als je last hebt van waterschade en iemand stuurt je een zwembroek. En het is hypocriet van Amerika, want de afgelopen 75 jaar hebben ze over de hele wereld oorlog gevoerd. Het is een land vol killers. Een schoolshooting in Amerika, dat zit gewoon in het vakkenpakket. Wegduiken voor kogels is gymles. En na zo'n schoolshooting gaan mensen altijd zeuren. Ja, waarom doen die scholieren dat? Een politierapport is ook een rapport. Ja, dat is zo irritant, hè, dat volwassen mensen kinderen bang gaan maken voor de dingen die ze niet mogen doen. Om jongeren nu te laten stoppen met roken wordt een pakje sigaretten €40. €40. Dat is een hele duidelijke boodschap en motivatie voor kinderen om te gaan sparen. Je moet gewoon een crowdfunding beginnen voor een pakje puk. Rennen voor een goed doel. Marlboro. Is niet opgevallen, rokers worden gewoon uit de samenleving weggepest. Ik denk als je in een verre toekomst roken wil zien, dan moet je gewoon naar een museum. Dan zie je gewoon achter glas een man staan van 80. Nou, hij lijkt 80, maar is 16. En dan kan je zo'n luik peuken voelen. Nou, rokers worden gewoon gediscrimineerd, man. Zo zie je maar, zelfs als je zwart van binnen bent, krijg je ook problemen. Ja, dit jaar op vakantie gaan was al gedoe, hè. Ja, je mocht zelfs niet kamperen in Ter Apel. Het was ook irritant, hè, dat het bekende Nederlanders waren. Die gingen hun imago oppoesten met asielzoekers. Clarence Grace, die zangeres. Nou, de meeste mensen kennen haar als de Jumbo Euroknaller. Ze ging even met 7 auto's en met haar gangstervriendjes gingen ze speelgoed en kleding uitdelen in Ter Apel.
Mooi gebaar. En ik dacht, wat zijn ze wel vroeg, hè, dit jaar. Al die kinderen ook bang. Wat zijn die zwarte pieten agressief. Hier heb je cadeautje. De politie was ook in Ter Apel zo arrogant. Er waren agenten die gingen Nederlands praten tegen asielzoekers. Ja, move. Wegwezen hier. En toen kwam er uit die tent 40 man. Ja. Een dode baby in een gymzaal. Jezus Christus. Ah, toch? Schrikkelijk. Dat is helemaal uit de hand gelopen daar. Dat apenkooien. Ja, wat had je verwacht van mij? Ja, ik zie het ook helemaal voor me. Hè? In zo'n gymzaal, zo'n links meisje. Weet je? Bewegingscoach. Hoi, ik ben Mirjam. Vandaag gaan we de Nederlandse traditie doen. Apenkooien. En dat gewoon iemand een baby naar een klimrek gooit. Ja, dat doen we toch heel anders in Nederland. De kinderopvang. Wij sturen ze naar een crash. Maar dit is een crash. Maar gelukkig is die wel tweeling. Nu kunnen we hem uit elkaar halen. Wat is het beeld van 2022? Is dat Ernst Kuipers die lijkt op een apenpok? Is het Frank Masmeijer die in de gevangenis krijgt te horen? Gratie van de koning. En iedereen vraagt zich af, hoe de fuck is Frank Masmeijer? Is het Noord-Korea waar ze corona hebben ontdekt? En al die mensen die zijn daar blij, want ze mogen een keertje naar een heel ander kamp. Is het Louis van Gaal, die dacht het WK te winnen op zijn laatste prostaat? Is het Rob de Nijs die langzaam verandert in malle babbe? Dit zijn allemaal afleidingen, wappiestrijders. Daar kijken we dwars doorheen. Wij zoeken naar de waarheid. Wij worden steeds sterker. Wij worden groter. Hou vol. Hou vol. En dan zie ik jullie allemaal volgend jaar terug in Urk. Dankjewel. Can't miss.